Hallo, we gaan van dit boek, A Dose in a Day, een aantal oefeningen samen doen. Het is de bedoeling dat je ze, zoals in de les, altijd samen doen, dat je ze langzaam speelt, dat je de beweging goed snapt en doet. En altijd in groepjes van 12 oefeningen werken en dan doorgaan naar de volgende 12 en zo. Je komt naar de les en dan, dan bespreken we ze samen en dan zo gaan we dan verder. Oké? Alle oefeningen moet je langzaam doen, dus niet te snel gaan spelen. En het is belangrijk dat je super goed op je vingertjes let, op je pols en op je armen. Dat je ontspannen bent. Zoals ik altijd in de les weet je zegt, het gaat hier niet om snelheid, maar om de bewegingen. Hè? Nou, dan ga ik dus nummer 1 spelen. Het is een beetje langzaam misschien, maar dat geeft niet. Zorg weet je dat je goed articuleert. Dat je vingertjes goed omhoog bewegen. Dat je de beweging goed doet. Dus niet zo gaan spelen. Geen platte vingers, maar mooi rond handje en dan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En dat twee keer natuurlijk, want je moet herhalen aan het einde van de oefening. Dan, hopping. Dan moet je dus de noten staccato spelen. Dan, dat betekent dus en dan links. Eén, twee, drie, vier. Nogmaals. Twee, drie, vier. Dus dan doe je alsof de klavier, de toetsen heel heet zijn. En dan, weet je, dan moet je gewoon je hand zo snel mogelijk eruit halen. Nummer 3. Dus dan gaat je pols omlaag. Bij de D, de tweede noot, gaat die omhoog. En dan gaat je hand weer omlaag bij de C, laatste noot. Derde en vierde tel, ja? Dan, ja. Dus die beweging, vandaar dat de oefening heet Bouncing a Ball with Right Hand. Dus alsof je gewoon een tennisbal of zoiets zou gooien. Dan nummer 4, hetzelfde dan, maar met links. Zie je? Down, up. En dan nummer 5. C, D, E. En beweeg je pols, weet je, je hand een beetje naar rechts. Als je omhoog gaat, richting de E. En dan gaan we terug, D, links.
En nogmaals, als je de oefeningen eerst langzaam speelt, is het goed. Maakt niks uit. Zorg dat je de beweging goed doet. Het gaat voornamelijk om de bewegingen. En dan komt de snelheid. Pas later, hè. Ja? Oké, nummer 6. 1, 2, 3, 4. Down, 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 down. Dus hier gebruik je een beetje het gewicht van je, niet alleen van je hand, maar van je voorarm. 1, 2. Oké, bij nummer 7 spelen we dan een C en dan ga je naar de E en dan terug naar de C. Zoals je ziet, ik beweeg mijn hand een beetje zo. Dus zo help ik mijn vingers een beetje, hè. En dan links. En dan... Oefen het zo langzaam en zorg dat je je pols een beetje roteert. Van de C naar de E en dan terug. Dan links. En je vingertjes goed gebruiken, hè. Goed optillen. En je moet natuurlijk de D niet spelen, vandaar dat de oefening skipping heet. Dus je skipt de D. En... Nummer 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nog een keer. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Het is wel lastig omdat je, ja, tertsen noemen we dat in piano spelen, dus dat je die twee tegelijkertijd moet spelen. Ja, je moet proberen om ze beide tegelijkertijd te spelen. Dus niet dat je dit krijgt, zie je, dan is de C eerder dan de E of andersom. Nee, het zijn beide, daar is die, tegelijkertijd. Dus zorg dat je... Ja, dat je goed naar de noten luistert, hè. En dat je ze beide tegelijkertijd speelt. 3, 4, 2, 2. Dat is beter. Ja? Nummer 9. Je houdt de C vast. En dan met de 3 doe je op de E. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. 2. Nog een keer. C. Hou hem vast. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan met links, nummer 10. Hou je de C vast. En met de derde vinger van links op de A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Til je vinger goed op en je mag natuurlijk de A gewoon lekker hard spelen. Alsof je aan het hameren bent. 1, 2, 3, 4. Oké, nummer 11. En dan nummer 12.
keer. Het is een combinatie van oefening 5, weet je, waar je dus je pols moet meebewegen als je speelt. En die beweging van je pols, de rotatiebeweging, en dan links. Dus altijd meebeweging, niet zo gaan spelen dan. Links. Sorry.